Claudia Beumer is ruim een half jaar directeur van woningstichting Sint-Joseph. Hoe kijkt ze terug op deze periode? De forse vertraging in de renovatie van de Klokkenbelt komt natuurlijk ook aan de orde. Ik kijk met een enorm goed gevoel terug en dat heeft te maken met de warme ontvangst wat ik heb gehad. Niet alleen binnen de organisatie, maar ook buiten de organisatie. Ik heb hele gedreven collega's aangetroffen. Een betrokken huurdersadviesraad, een betrokken raad van commissarissen. Dat geeft mij een goed gevoel bij de opgave die er ligt, wat we samen te doen hebben. Maar ook met de partners, de gemeente, zorgpartijen, de aannemerij. Maar ook met collega Beter Wonen hier in Almelo. Dus ik kijk heel positief terug. U bent de brenger van goed nieuws, want er gaat iets gebeuren met de Klokkenbelt. Ja, dat is zeker heel goed nieuws. Daar zijn we heel erg blij mee. De transformatie van de Klokkenbelt die gaat plaatsvinden. Op korte termijn beginnen we dus. En het heeft even op zich laten wachten, maar we zijn zover. Wat was nou de reden voor die forse vertraging? U noemt het forse vertraging en in vele ogen zal het ook zo worden ervaren. Maar als je kijkt naar die vastgoedwereld, dan zijn dit soort projecten, dat kost gewoon veel tijd. Soms moet er programmatisch iets aangepast worden, soms gaat het over geld. Dus uiteindelijk duurt het langer dan je wellicht gehoopt had, maar we zijn er. Kunt u één ding noemen waar het op vast zat? De aanbesteding, daar is mee begonnen. Dat kostte veel tijd en dat leidde niet tot resultaat. Ja, dan moet je altijd weer even gaan schakelen, want het is op dit moment best wel een gespannen markt. Hè? Dus je hebt niet zomaar een andere partij bij de veten die dan aan de slag kan gaan. Dus daar hebben we kritisch naar gekeken. We hebben gekeken naar partijen die dus en kwaliteit hebben en capaciteit hebben, maar ook ervaring hebben met dit soort transformaties. Nou, die hebben we gevonden in de gebroeders Meijer uit Raalte. Daarmee zijn we in gesprek gegaan en daarmee hebben we ook een goed resultaat over en weer weten te realiseren. Dat is niet de enige partij. We hebben het ook te maken met bijvoorbeeld de partijen zoals Winkels. Die doet bij ons de installaties. En ook daarmee hebben we overeenstemming bereikt. Het belooft een fantastisch geheel te worden. Enerzijds heeft het pand een nieuwe functie. En dat is het gezondheidscentrum. Waar huisartsen komen, waar fysiotherapeuten komen. Waar een apotheek komt. En nog allerlei andere partijen die daaraan kunnen deelnemen. Dus dat is heel erg mooi en uniek. Daarnaast komt Interact Contour, die gaat mensen behandelen met een niet aangeboren hersenafwijking, zowel intramuraal als extramuraal. En we hebben daar ook nog de reguliere woningen die wij verhuren aan mensen met een seniorenlabel. Nou, het streven is om het af te ronden in het eerste kwartaal van 2020. En dat als er geen gekke dingen naar voren komen, dan gaan we natuurlijk vanuit dat het niet zo is. Dus een ruim jaar zeggen we dan. We'll be right back.